Basta perderme mil veces la vida para que vivir. Nureyev, go home. Acteur, zanger, presentator en schrijver Joost Prinsen ontvangt me vlak voor kerst bij Hoge Uitzondering thuis. Voor een heel speciale aflevering van Volle Zalen. Waarin hij me, in het jaar waarin hij 80 werd, vertelt wat acteren en theater voor hem hebben betekend. Maar ook wat hem heeft geïnspireerd, wie hij bewondert. Wat hij op jonge talenten als Wende Snijders en Alex Klaassen heeft overgedragen. En hoe hij in het boek Na Emma, over de rouw na het overlijden van zijn vrouw, meer durf heeft getoond dan ooit op het toneel. Neem de trappen rechts van de lift, Cornald. Ik zal het doen. Oké, welkom. Joe. Deze kant op. Ik snap het. Ze zeiden dat je geen jasje aan zou hebben. Ja, maar het is heb je toch een jasje Maar het is aan? Toch een bescheiden jasje? Ja, een bescheiden jasje, ja. Heel bescheiden jasje. Welkom, kom binnen, jongen. Dankjewel. Okay. Kijk, dit heb ik als mijn talisman sinds ik het las al door bij me. Ja, ja. Oh, een heel lief. Wonderschoon boek. Ja, ja, de tweede deur links. Ja, tweede deur links. Ja. Zelfportret. Ga zitten, ga zitten. Dankjewel, je kijkt mooi uit op het water daar. Jazeker. Oké, let's get this show on the road. Maar kook jij vaak zelf sowieso? Iedere dag. Ja? Ja, ik kook ook wel voor 2 dagen en dan heb ik de volgende dag heb ik weer wat, weet je wel. Ja, ik las ook in Na Emma dat je dat eigenlijk nadat Emma overleden was meteen bent blijven doen. Wel zelf koken, eten maken. Ja, om een beetje, want weet je wat het is? De chaos die is bij mij altijd maar zo'n flinterdun eindje, een vloeipapier dik bij mij vandaan. En die bezweer ik. Ja, toen had ik nog een hond 3 keer per dag met die hond uit. Iedere dag eten koken, 's ochtends oefeningen doen. En dat met een soort ijzeren discipline doorvoeren. Om greep op de dag te krijgen, zeg maar. Omdat ik voelde dat ik anders vrij snel zou verslonzen. Ik hoorde later ook dat Emma tegen vrijwel iedereen die in de laatste weken bij haar sterfbed is geweest, heeft gezegd: pas je op Joost, let een beetje op Joost. Niet alleen tegen mijn kinderen, tegen de vriendinnen, tegen mijn vrienden, tegen whoever, mijn zussen. Was dat een reële angst? Ik bedoel, van haar natuurlijk wel. Nou ja, in die zin wat ik zei, dat de chaos nooit zo heel ver van me vandaan is. En in die zin was die angst wel reëel, ja. Ja. Ik ben nu al onder de indruk trouwens, maar ik ben een leek, hè? Qua koken en alles. Is er iets als een heel groot diner bereiden voor kerst, bijvoorbeeld? Hou je daarvan? Nou ja, er komen, even tellen, kinderen, kleinkinderen, dan een nichtje van Emma die een soort derde dochter is, komt ook. En met zoveel zijn jullie dan in totaal? Nou ja, dan zijn we, ik weet niet, met een man of 7, 8 of zo. Uh-huh. Noralie met de dochter komen. Ja. Is dat een goed samengesteld gezin eigenlijk? Nou, ik heb de indruk dat mijn kinderen wel blij zijn met Noralie, want ik liep een beetje verloren. En Fleur, die mijn jongste dochter, zei: ja, je moet gaan daten, want dat wordt niks zo met je. En daar had ze wel wat gelijk in. Maar ja, zulke dingen zijn makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Ja. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar ook best wel. Ja, ik moet even me concentreren op deze handel. Dus dat duurde nog wel een aantal maanden voordat ik zo'n beetje, nou laat ik het rechtstreeks zeggen, in bed lag met Noralie bij. Daar ging er nog wel een groot aantal maanden overheen. Ja. Tussen de date en de daad, als je me deze flauwe woordspeling toestaat. Je staak je ik toe. Ik ga me er zelf nu wel een beetje voor. Waarom?
Ja, hij is wel erg kinderachtig. Maar goed, ik bedenk hem ter plekke, dat is ook wat waard. Hup. Ga je eigenlijk nu nog geregeld naar theater? Ja, zeker. Vooral nu ik weer iets beter hoor. Ik heb Hans Kesting gezien in Londen. Toen hij daar zijn monoloog speelde? Ja, toen hij die monoloog deed. Zeker. Ja, wat maakt hem een goede acteur? Talent. Talent? Ja, iets anders kun je er niet van maken, talent. You can touch, you can play, if you say, I'm always yours. Je kijkt niet. Ik zeg, kijk, papa, kijk, ik vecht om je aandacht, maar je kijkt niet. Doe nou eens rustig. Hou in godsnaam op met die gekke grote gebaren van je. Je bent geen meid. Kijk. Het grote voordeel is, als je dit maakt voor Kerstmis, dat je het de dag tevoren kunt maken. En het is een hoop werk, het is een fucking hoop werk. Terwijl Joost minutieus doorwerkt aan een Spaanse vissoep, vraag ik me af hoe hij als toneeldocent is geweest. Jarenlang bracht hij zijn kennis en inzichten over op jonge talenten. Maar ik denk wel dat in die jaren, dat al die jaren dat je ook mensen hebt opgeleid, ze dingen hebt bijgebracht. Stel, er waren mensen tussen die wat minder goed meedraaiden, die minder talent hadden. Ja. Kon je dat dan zeggen tegen ze? Je geeft ze altijd meer aandacht en mindere talenten. Omdat je denkt, die talenten redden zichzelf wel, die hebben mij niet nodig. Daar zit veel in. En dat deed ik ook. Dus waar ze het aan merken was dat ze vaker aan de beurt kwamen. Iemand als Wende Snijders of Remco Vrijdag of Paul de Munnik. Die redden zichzelf wel, Alex Klaassen, al dat soort jongens. Nou, Alex Klaassen was een ander geval, maar ja. Waarom was dat een ander geval? Kijk, je kunt je talent ook verstoppen, hè. Hij zong steeds moeilijkere nummers. Hij was fabelachtig daarin. Dus ik dacht, ja, maar wat gebeurt er als je me een heel makkelijk nummer laat zingen? En daar had hij toch moeite mee. En waar kwam dat dan door, denk jij? Ja, omdat je dan zelf moet komen. Dan kun je je niet meer verschuilen achter je fabelachtige techniek. Want technisch gezien is er ook niemand die ook maar in de buurt komt van Alex Klaassen. Als ik zijn techniek had, zat ik nu hier niet. Dan zat ik aan de Côte d'Azur of zo. Dat is onwaarschijnlijk wat die man kan. En nu, meer en meer, komt hij ook zelf voor de dag in zijn programma's. Haar de majesteit de Bijenkoningin met haar jaarlijkse kersttoespraak. Korfgenoten. Allereerst wens ik jullie natuurlijk allemaal een heel gelukkig kerstfeest. Met vrienden en familie en geborgenheid en gezelligheid en warmte en lekker eten en drinken lekker met elkaar zitten, bla 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 bla. Maar wat mij zorgen baart, ik zeg het maar meteen. Dit land heeft last van een zorgwekkend fenomeen. Een gevaarlijke ontwikkeling, mij een doorn in het oog. Vandaar dat ik het even met u deel. De naam van dit probleem. De homoseksueel. En als je in die jaren, of al die jaren mensen voor je kiezen kreeg, had je eigenlijk vrij snel door. En je zegt, ja. Talent valt verder niet te definiëren. Ja, heb je het eigenlijk meteen door? Ja, nou meteen niet bij sommige aten. Maar ik weet nog dat Wente Snijders die zong Je t'attends van Aznavour. Mes jours passent, mes nuits pleurent. Et pleure le temps, ma raison sombre et se meurt, comme meurt le temps. Toen ik dacht, nou, die kan ik niks leren van me zitten. Dat niet in de weg lopen, weet je wel. Car sans joie, ma vie s'arrête. Je t'attends. Heb jij wel eens teruggehoord van een van al die mensen die je nu onder andere noemde van, Joost, je hebt toen en toen dat gezegd, daar hebben we echt iets aan gehad. Nou, ik kan dat wel iets makkelijker aantonen waar ik wat aan gehad heb. Zo, even dit zo. Ruikt goed. Wij hadden les van Ton Lutz, hè. Dat was een beroemde regisseur, acteur, die naam, die zul je natuurlijk ook kennen. En hij gaf les verzen zeggen. Iets waar ik mezelf nogal goed in achtte.
Het daagt in den oogsten, het licht het overal. Hoe Luttel weet mijn liefken, ach, waar ik heen zal. En toen analyseerde Ton Lutz die tekst met ons en dan blijkt dat die ik-figuur, die zegt het daagt in den oogsten, net een moord begaan heeft. En dat hij dus zegt, het daagt in den oogsten, het licht het overal, dadelijk ontdekken ze het lijk, waar moet ik naartoe? Waardoor niet het wordt het daagt in den oogsten, het licht het overal, het daagt in den oogsten, godverdomme, waar moet ik heen? Ik acteer het nou niet goed, maar dat doet er niet toe. Dat was een onwaarschijnlijke eye-opener voor me. Dat vaagde Cornald in één keer alle plechtstatigheid van voordragen weg. Je bent te laat op! Ja, stoor je in te leven? Ja. Moet je niet doen hoor, je moet je indenken. Als ik daar nog een voorbeeld van mag geven. Nou, je hebt de Drie Zusters, een beroemd toneelstuk ja. van Tsjechov. En daar zit een man in die heet Verschinin. En die praat voortdurend, zoals je wel meer figuren hebt in stukken van Tsjechov, over 100 jaar. Dan zal het leven geweldig zijn en dan zal de natuur en wij zullen één zijn. En dat soort monologen heeft hij. Dus maar Lutz zei. Ja, je vertelt dat waar allerlei dames bij zitten, met name die drie zusters, mooie meiden. En je zit uit je ooghoek te kijken, wie slaat erop aan? En dan zie je dat Masha, de middelste van de zusters, die zit naar je te luisteren. Van, oh, alsof je Gods woord aan het verkondigen bent. En dan denk je, met die kan ik naar bed. Waardoor het verhaal een versierbabbel werd. En ineens had je grond onder de voeten, weet je wel. Bij Ton Lutz, hij had nooit iets van inleven of je moet het helemaal voelen of zo. Dat is meer het idee dat een amateur van ons beroep heeft. Ik weet nog wel dat zo'n leerling zei, ja, maar ik voel het niet zo, meneer Lutz. Voelen is vies, zei hij, dat doen we hier niet. Even wachten tot de boter heet is. Ik heb wel eens gehoord in een of ander tv-programma, dat het goede moment om je spullen in een koekenpan te doen eigenlijk 50% van het werk is. Dus ja, wat is het goede moment? Maar heb jij, als je zelf mensen les gaf, hè, ook, laten we zeggen, zoals Lutz dat bij jou heeft gedaan, dingen echt overgebracht? Ja, ja, dat vind ik wel, denk ik wel, ja. En wat dan vooral, of wat bijvoorbeeld? Dat hou je kop erbij, dat toneelspelen is nadenken. Ik heb wel eens met een actrice gespeeld die het alleen maar wilde voelen. Met als gevolg dat ze het op de ene avond voelde en op de andere avond niet. En ja, multitasking. Ja, hé, hey, ik vind het knap hoor. Ja, ik doe het je niet na. He, doe dit er even in. Knip dit niet uit de uitzending. Multitasking. Ja. Ja, je dochters zullen trots zijn. Kan je goed multitasken? Ja, best wel. Ja, op het gebied dan. Het simpele multitasken, weet je wel. Als jullie nu naar het theater gaan, hè, Noorli en jij, wat voor soort voorstellingen zoek je dan? Nou ja, door Noorli heb je natuurlijk al veel multiculturele voorstellingen. En verder, ja, de Oriëntegas. Ja, ik was een tijdje terug, viel misschien minuten binnen, was ik naar een voorstelling van Jenny Arian, Brigitte Kaandorp, die nu... Ja. En toen zaten jij en Noorli er ook en toen merkte ik dat je op enig moment heel erg geroerd was door die voorstelling. Ja, op sommige punten natuurlijk, hè. Ja, maar dat komt ook... ik heb zo'n lang verleden met Jenny Arian dat... zij hoeft maar zing dan te zingen en ik ga al onderuit. Ja. Het is ook bij de uitvaart van mijn vrouw gezongen, om maar iets te noemen, door Jenny. Heeft ze daar Zing dan ook gezongen op de uitvaart van Emma? Ah. Ze wilde andere nummers zingen, zei dat is ook geen nummer voor een uitvaart. Is het misschien ook niet, maar... Ja. Ik vond dat zij dat prachtig zingt. Voel je hoe de nacht zich zacht rondom je sluit? Hoe de kou zich vasthecht op je huid. Nou ja, ze kan bijna alles prachtig zingen natuurlijk. Dat is ook een voorbeeld van iemand die de koppen bijhoudt, die niet gaat zingen en dan pas bedenkt wat ze staat te doen. Nee, ja, precies. Maar dat verhaal al heeft bedacht. Ja, precies. Ja, dat is zeker waar. Maar kom je er niet uit?
Wat was jouw eerste toneelervaring nou ook weer, nadat je de toneelschool had gedaan? Wim Sonneveld. Oh ja, Wim Sonneveld, ja. De Kleine Parade. Ja. 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 Ik vind het voor iemand die van de toneelschool komt een hele goede rol om in te kunnen debuteren. Maar als er iemand wezen zou die jou dan fantastisch vindt en jou dan weghaalt bij dat zagrijn. Muziek voorstellen. Nog een keer. Oké. Maar als er iemand wezen zou die jou fantastisch vindt en jou dan weghaalt bij dat zagrijn. Ja. Dat kan toch zijn, dat kan toch zijn. Nee, dat kan toch zijn, dat kan toch zijn, kan precies op de mooie. 400 keer. 400 keer? Ik heb een heel lang nachtmerrie van gehad. Ja, waarom? 400 keer is te veel. Ik had soms 80 keer dat ik uit de maat inzette. Dan zette ik weer 100 keer in de maat en deed ik het geweldig. Maar soms was er iets in mij dat zich zo verzette tegen die voorstelling en mijn rol daarin. Wat was dat dan? Haat, denk ik. Hm? Ik weet nog dat op een gegeven moment, we gingen altijd weg bij het Museumplein. En dat bij de 236e voorstelling iemand kwam vertellen dat de voorstelling niet doorging omdat Margriet de Groot zo ziek was. En de acteurs stonden te huilen op Museumplein van blijdschap van. Dus dat betekent ook dat iedereen heel erg blij was dat ze verlost waren van een avond die voorstelling speelde. Ja. Die hadden last van waar jij ook last van had. Ja. Op een gegeven moment is het ook geen toneelspeler meer, maar een kantoorbaan geworden. Mm. En dat voelde je op een of andere manier. Nog even. Maar als er iemand wezen zou die jou fantastisch vindt en jou dan weghaalt bij dat zaggerijn, dat kan toch zijn. Nog een keer. Tadam. Maar als er iemand wezen zou die jou fantastisch vindt en jou dan weghaalt bij dat zaggerijn, dat kan toch zijn. Je moet maar denken, alles kan, dan kun jij samen met die man naar Parijs. En het spelen van de scène zelf vind ik ook, nou ja, het is niet zozeer moeilijker als wel ook anders iets wat je nooit gedaan hebt, omdat je naar dansjes toe moet spelen, naar liedjes toe moet spelen, meer op het publiek moet spelen. Wat je allemaal op de toneelschool niet gewend bent. Maar ik wilde een soort cabaretier worden, ik wilde die kant van het theater in en... Dat wist je toen al wel, dat je dat Ja. En dat is me ook wel een beetje gelukt, dat het ook die met zingen en dat soort dingen. Tante, lieve tante, ik heb geen idee, nachtwaker, nee. Het is hem inderdaad gelukt. Het grote publiek leert Prinsen vooral kennen door zijn tv-optredens als Erik Engert in de Stratenmaker op Zeeshow. Ik heb je natuurlijk in die series die speelde, groeide ik op. Hè? In Brabant was ik 9 of 10 jaar oud, zag ik Stratenmaker op zee. Ik vond Erik Engert altijd een heel aandoenlijk iemand vooral. Ja, dat was ook de bedoeling. Dat was de bedoeling, hè? Ja. Ja. Hallo jongens! Kindje, wat ben jij gegroeid! Wat bedoel je? Niet zo onbeleefd tegen je vader, hè kind? Anders vallen we klappen, hoor! Waar hebben jullie het nou over? Wanneer hij gemodelleerd is, dat was een hospita, althans ik had een hospita, een Duitse mevrouw. En er was ook een vrouw op kamers, die was een beetje, nou laten we zeggen, 80%. En die praatte ook zo, meneer Pepep, begint zo, hoe gaat het ermee? Dus daar heb ik eigenlijk die Erik Engert een beetje naar gemodelleerd. Kom hier! Hij kent zijn plaats niet, hè? Hij kent zijn plaats niet, vader. Hij past er niet in, hij is ook zo gegroeid. Gisteren ging het ook. Zijn stem is ook zo hard. Wanneer is een acteur goed en wanneer is hij minder goed? Joost wil het me graag vertellen aan de hand van een favoriet fragment van hem. En je hebt nog een jonge jongen die ook op dat secretariaat werkt. En het is kerstmis. En die jonge jongen zegt tegen Mrs. Lenningham, u lijkt een beetje somber. Charlie? Yes, ma'am. It's important you remind the president throughout the day he's allergic to eggnog. Sure. Thank you.
This place looks great, doesn't it? Yeah. I've never seen a Christmas look like this. The trees and the lights and everybody singing. Yeah. The presents. Yeah. I brought it up because, I don't know, you seem a little down this week. Yeah, I know, Charlie. I tend to get a little down during the holidays. You don't like Christmas? I miss my boys. I never knew you had kids. Twins. Andrew and Simon. I tried not to, you know, I dressed them differently. But they still did everything together. They went off to medical school together, and then they finished their second year, and of course, their lottery number came up at the same time. For the draft? Yeah. Well, I would have thought they could get a deferment to finish med school. They didn't want one. Their father and I begged them, but they wanted to go where people needed doctors. Their father and I begged them, but you can't tell kids anything. So they joined up as medics, and 4 months later, they were pinned down during a fight in Da Nang and were killed by enemy fire. That was Christmas Eve, 1970. You know, they were so young, Charlie. Jammer van de muziek. They were your age. Ja, hè? Ja. Is niet nodig, hè? Nee. It's hard when that happens so far away, you know, because with the noises and the shooting, they had to be so scared. It's hard not to think that right then they needed their mother. Anyway, I miss my boys. Dit is een scène. Oké. En, ja, oké, zegt hij nog. Het aardige en ook bijzondere, Cornald, vind ik, zij laat volledig de treurige tekst het werk doen. Ze siert hem nergens op, ze heeft nergens een glycerine traan. Een heel ontroerende, prachtig gespeelde, prachtig in beeld gebrachte scène. En hoe meer je het ontdoet van alle drama, hoe dramatischer het wordt. En hoe ontroerender het wordt. En hoe ontroerender het wordt. Dit is geregisseerd door Ton Lutz, voor mijn gevoel. Weet je wel, dit is my kind of theater. Ja, en ook trouwens in de manier waarop jij zelf altijd geacteerd hebt, eigenlijk. Wel een beetje, ja. Oké, maar je dat grote dingen terloops worden gezegd, ja. Dat je het juist moet relativeren om het extra indrukwekkend te maken. Misschien zelfs wel met wat spot af en toe. Het is een attitude van theater die los is van alle. Je moet je inleven, je moet het helemaal voelen en zo. Dat ik denk, kom op nou zeg. Ja, er zijn beroepsacteurs. Ja, er zijn misschien acteurs die het zo doen, hè? Die alleen maar denken aan inleven en dan even goed toch ja, maar iets fatsoenlijks neerzetten. Ik ben het onmiddellijk met je eens, Cornald, dat er vele andere methoden zijn. Maar dit is mijn volle zalen en dit is mijn methode. Mm. Nog even, als je me toestaat over Hank van der Moer, die gaf les op de toneelschool en die zei, en nou, er waren vier dingen voor haar waar je de acteur aan herkende, theaterpersoonlijkheid, dat je naar iemand keek, humor, charme en een goede gezondheid. Ik voeg daar graag aan toe moed, dat je ook buiten de lijntjes durft te kleuren. Die moed waar ik het over had, ik deed een programma, De Dichter des Vaderlands, en Wende zou optreden. Die was pas een paar jaar van de toneelschool en die wilde Mens durft te leven zingen, bekende je leven, maar ik kort maar een enkele keer dat nummer van Dirk Witte. Maar dan alleen begeleid door een bas. Ik zei, je bent knettergek. Het is natuurlijk wel heel moedig om Mens durft te leven alleen met een bas te doen. Maar ja, ze stal er wel de show mee. De mensen, ze schrijven je leefregels voor. Ze geven je raad en ze roepen in koor. Zo moet je leven. Met die mag je omgaan, maar die is te min. En die moet je trouwen, al heb je geen zin. En daar moet je wonen, dat eist je fatsoen. En je wordt genegeerd als je het anders zou doen. Alsof je iets ergs had misdreven. Mens, is dat leven. Die moed had ik graag meer willen hebben. Ik heb toch veel, televisie hoeft geen biechtstoel te zijn, maar
nu we zo lang over theater praten, tot mijn vreugde, want daar praat ik graag over, mag toch ook gezegd worden dat ik wat vaker buiten de lijnen had kunnen kleuren, dat ik iets meer van Wende Snijders mee had gekregen dan ik had. Maar goed, je moet roeien met de riemen die je hebt. Oké, dus het is dan een kwestie van talent, zeg jij, of is het ook nog iets anders waardoor je daar iets minder op toekomt? Ja, nou, dat moed speelt wel een rol natuurlijk. Hmm? Maar ja, dat manifesteert zich op verschillende momenten die... Goor, hoe heet die eigenlijk? Goor, nee, niet Goor, dan die andere. Geer en Goor. Gerard Joling. Ja. Die ooit als een revue girl met veren in zijn reet een trap afkomt. Dat zou ik ook nooit durven. Daar heb ik ook een zekere bewondering voor. En daar heb ik mezelf een loer gedraaid in die zin... dat ik terugkijkend op de afgelopen 55, 60 jaar dat ik aan toneel ben geweest... de moed best hier en daar een ontje meer had kunnen zijn. Huh? Laat ik het zo zeggen. Die Er is een monoloog geweest, die heette Veel volk, weinig mensen. Die had Maria Goos geschreven. En Theo van Gogh regisseerde dat en die zei, doe het maar een beetje met een Brabants accent. En die wilde ook, het was een monoloog van 25 minuten of zo, dat ik het in één take zou doen. En ik kon zeker in die tijd nog vrij snel van buiten leren. Dus ik had dat vrij snel voor elkaar en... Ik speelde dat een beetje, al zeg ik het zelf, zoals die Mrs. Landingham in die scène. Hè? Ook onderkoeld speelde ik het. Ik zeg, wil je dat een kogel door mijn kop schiet? Zou dat helpen? Zou je dan gelukkig zijn? Want die vrouw moet gelukkig zijn, leef ik voor. Die vrouw moet gelukkig zijn. Ik zeg, zal ik dat doen voor je? Doe het graag voor je. En ze keek mij aan. En in die ogen zie ik iets waar mijn bloed van wegkruipt. Medelijden. Nou, om 2 uur begon de opname en om 2:30 was het klaar. Ik kleedde me om. En om 14:45 of 14:50 kwamen de bonzen van de Icon, was het geloof ik, die het uitzond, kwamen kijken. En zo'n man zei, zo, nu al naar huis, zo van fabrieksdirecteur die zijn arbeiders te vroeg ziet vertrekken. Moeten we niet nog opnamen? En waarop ik terloops met mijn jas aan kon zeggen, het staat er al op en door kon lopen. Dat moment vergeet ik nog. Ja. Ben de uitputting nabij, weet je dat waar geloven? Ik zeg... Je bent zo mooi. Jij kan van glazen water maken. En dan weer die blik. Minachting. Laat het op minachting houden. Zit nog een zeker vuur achter. Woede. In ieder geval een soort gevoel. Medelijden, dat is geen gevoel. Dat durf je toch geen gevoel te noemen. De wereld gaat ten onder aan medelijden. Ik heb nooit medelijden. Nooit. Het is een van die heel spaarzame momenten in mijn loopbaan geweest... dat ik dacht, misschien ben ik wel beroepsacteur. Omdat het gelukt was? Of omdat je... Want je zegt net, het stond er een 1/2 uur op. Dus in 1 klap door. Niet opnieuw doen. Is dat het verhaal? Een take van 25 minuten. Hè? Niet een take van one take actor 20 seconden. Nee, een take van 25 minuten. Maar nogmaals, ik heb ook heel veel lelijk gespeeld. Dus, maar daar hebben we het vandaag niet over. Nee, we zijn vredig op aarde. We zijn vredig op aarde, ja, precies. Wij hebben ook een fragment meegenomen. Of liever gezegd, want je vertelde toen je met Noralie op Oerol was eerder dit jaar... dat je een rol zou gaan spelen in een serie, Nood. En dat had ik onthouden. En toen dacht ik, nou, die serie is nog niet af, maar ze hebben ons toch een fragment gegeven. Borra la tristeza, calma la amargura.
Nureyev, go home. Ja, precies. Uit het leven gegrepen ook. Ja, nou, ik vind het... Ja, dat heeft die Ed Shea, de regisseur, toch knap... Huh? Ik weet niet eens of die voeten die je ziet de mijne zijn. Vast wel. Maar heb je daar plezier aan? Want het is een serie die binnenkort op de buis komt. Ja. En daar ben je wel tevreden over ook? Of hoe het gegaan is? Nou ja, ik had... Toen die opnamedagen voorbij waren, het gevoel dat ik goed gespeeld had. En meestal klopt dat gevoel wel. Maar... En waardoor had je dat gevoel? Wat is er dan in jou dat je denkt... Nou, je voelt dat bijvoorbeeld een cameraploeg kan stil zijn, maar ze kunnen ook echt stil zijn. Dat gevoel. Is dat hetzelfde in een toneelzaal eigenlijk? Ja. Ja. Nou ja, toch mooi of leuk dat degene met wie je nu liefde hebt, dat jullie samen... Ja, dat is natuurlijk... Ja, dat is best leuk. Dat is best leuk, ja. Ja. Ja, er zit trouwens een toeziend oog van je dochters. Ja. Ja. Een schilderij toen... Irene en Fleur. Ja, Irene en Fleur. Toen mijn vrouw 60 werd, heb ik haar dit cadeau gedaan. Ik heb dit weer meegenomen. Ja, nou, eigenlijk... Nee, laat ik eerst wat anders vragen. Want je hebt dit geschreven, gemaakt, toen Emma overleden was. Het zijn eigenlijk aantekeningen, verhalen, anekdoten in de eerste maanden na haar overlijden. Ja. Was het een hele bewuste beslissing ook van je om dat op te tekenen? Ik had een aantal columns geschreven in de krant over haar dood. En over dingen die daarmee samenhingen en zo. Dat ik toen ben begonnen te denken, laat ik eens kijken wat ik allemaal heb. Wat ik in het verleden over haar geschreven heb. Wat ik nu over mijn eigen situatie wil schrijven. Het rouwen wat ik daarover wil schrijven. Hoe ik dat ervaar, al was het maar om de rouwde baas te worden. Wat me uiteindelijk niet gelukt is, dat staat daar dan ook in. Toen begon ik te denken dat ik wekenlang van 's ochtends zelf tot 's avonds zelf alleen maar aan het schrijven was. Aan boeken en columns en... Om jezelf aan de gang te houden, om eventueel niet toe te komen aan andere dingen. Ja. Op mijn verzoek leest hij een passage voor uit zijn boek die mij trof. Met de dood was ik nooit kwade vrienden. Hij heeft mijn vader weggehaald toen ik 9 was. Dat was natuurlijk behoorlijk lullig van hem. Maar ik heb mijn vader nooit zo goed gekend. Hij was hartpatiënt en ik was een druk kind, dus ik werd een beetje bij hem weggehouden. Dan was er mijn broer, van wie ik veel hield, 8 jaar ouder dan ik en gestorven toen hij 70 was. Hij was niet zo goed gezond, daar had het natuurlijk ook mee te maken. Ik wil maar zeggen, we kunnen de dood niet overal de schuld van geven. Verder haalde hij al mijn ooms en tantes weg op gezegende leeftijden. Mijn moeder mocht 87 worden en al mijn zussen leven nog. Als de dood een zakenman was, zou je kunnen zeggen dat ik een leven lang heel behoorlijk zaken met hem heb kunnen doen. Dat hij in de coronatijd de wereld flikt is natuurlijk buiten proporties, maar verstandige pennen dan de mijne kunnen hem daarvoor beter ter verantwoording roepen. Laat ik me beperken tot mijn eigen kring. Aardood, Emma-dood, Kaat-dood, Dobbeldood. De dood heeft het de afgelopen tijd al te bont gemaakt in mijn leven. Ik pik het niet meer en zeg bij deze officieel de vriendschap op. We hadden het net over moed, hè? In relatie tot theater. Maar eigenlijk dacht ik nog, als je dit echt onvervroren opschrijft, dat getuigt ook van moed. Dat vind ik, ik ben blij dat je dat zegt, want dat vind ik zelf eigenlijk ook wel. Als ik nou ergens het gebrek aan moed, of ik zal maar niet zeggen dat ik zo'n gebrek aan moed had, maar als ik ergens tussen de lijntjes kleuren achter me heb gelaten, dan is het zeker ook in dit boek geweest. Ja, toen ik je een bericht stuurde, toen ik het net gelezen had dat ik het zo mooi vond, toen schreef je terug, is eigenlijk het enige waar ik, van wat ik geschreven heb, waar ik echt trots op ben. Ja, dat is ook zo, ja, ja. Zit hem dat in die moed? Ja, dat is een goede vraag. En ik antwoord daar volmondig met ja op. Ja? Ja. Ik had misschien meer, ik had misschien net als Wende van Snijders ook met alleen een bas Mensen of te leven moeten proberen te zingen, wat ik niet in mijn hoofd zou halen. Maar het is niet zo. En daarom is Wende Snijders en Joost Prinsen, Joost Prinsen. Maar toen dacht ik, als ik nu in dit boek
ook een brave jongen ga uithangen, dan kan ik het net zo goed niet schrijven. Nu moet ik wel all the way gaan. En hoe krijg je dat dan voor elkaar? Met ruzie thuis. Ja? Ja. Ja, hier en daar wel natuurlijk. Mm. Ja. Het gaat ook over je dochters. Je beschrijft ook de aanvaring die er is geweest. Ja. En je voelde je wel vrij... Dat is wel vrij cruciaal in het boek, die aanvaring. Natuurlijk, we zullen het verder niet over hebben, maar... Nee, moeten mensen maar lezen. Ja, oké, maar dat... Ik weet niet precies hoe ik het uit moet drukken. Dat wat steeds toch een beetje ontbroken heeft, ontbreekt hier niet meer. Al is het maar één keer in mijn leven. Maar een vrij belangrijke stap in een heel boek heb doorgezet. Nou ja, en het troostrijke eraan is, voor mensen die lang leven zoals jij, dat het ook nog, je bent dit jaar 80 geworden, maar dat het dus ook kan gebeuren als je ongeveer tegen je 80ste aan zit. Dat je dan nog een grens kunt verleggen. Ja, verdomd, daar heb ik niet eens aan gedacht, ja. Ja, het roer kan nog één keer om. Maarten van Roosendaal, ken je die? Ja, natuurlijk ken je die, ja. Ik zou het mooi vinden als het programma, als dat kan hoor, dat zal allemaal, jullie moeten zelf kijken, het is jullie programma, maar als je zou willen eindigen met, om mijn plezier te doen met Maarten van Roosendaal, dat vind ik ook een voorbeeld van, ja. Nou, je weet hoe volgzaam wij soms kunnen zijn en hoe zie jij de regie graag in handen hebt. Dus? Ja. Dan moet je gewoon, alles accepteren. Hè. Ja. Van. Je had bijna Corrie Konings te pakken met mooi was die tijd. Ja. Nou, daar schaam ik me ook helemaal niet voor. Corrie en de Rijkerzee. Nee. Ja. Dat ken ik heel goed, dit. Hè. Hij is iets te ijdel hier. Ja, omdat je bedoelt... Ja, dat hij... iets te ijdelheid, maar daar had hij wel vaker iets van... Nou kom ik en nou wordt het pas echt goed, weet je wel. Maar ik kan het moeilijk met droge ogen horen. Geschoren moeders. En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot. En hoe de zoele wind de wolken waait tot pas gewassen lucht. Kan iets mooier dan het mooi is, kan iets groter zijn dan groot. Ik had een enorme bewondering voor hem. Hij was en is voor mij de beste singer-songwriter die Nederland gehad heeft. En we hebben er de laatste jaren veel goede gehad, echt wel veel goede, maar ik vind hem... Hij heeft ook bijna geen slechte nummers. Ik zou nauwelijks of eigenlijk niet een slecht nummer van hem kunnen opnoemen. Kan iets leuker dan het leuk is, jeugdiger dan jeugdig. Ach, ik ben godsdank dus nog een keer een jonge lente waar. Dit is zo mooi, het is om te janken zo mooi. Ik wens u allen een prachtig kerstmis. Dit is zo mooi. Het is om te janken zo mooi.